We leven met ons allen in donkere dagen. Dat doen we al zo'n 4 jaar achter elkaar, zonder aan elkaar wat te gaan vragen. Ja, we leven voort en leven ons eigen leven. Daar word ik verdrietig van, daarom wil ik vanuit mijn hart wat aan jou geven. Zo ziet het eruit. Het is blauw voor verpakking. Je hebt ook geloof ik nog groen, maar er zit dan weer een smaakje aan. En deze is naturel. Ja, gewoon die toosjes die je breken kan. Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. Klopt dat? Ja, de 11e van de 12e 2023. En we leven om 13 minuten over 11. Ja, ja. We zijn er lekker betijds erbij. Oh, ik dacht dat de lichtjes branden. Maar nee, dat brandt niet. Dat zijn balletjes die glimmeren. Door het licht, ja. En daar, helemaal in de verte, is het een scherpe lucht alsof daar het zonnetje op gaat komen. Ken je dat? Terwijl het voor de rest helemaal bewolkt is. Ja, bizar. Maar ja, ik hoop inderdaad wel dat de zon er door mag komen. Maar ik moet niet daar naar kijken, want dan zie je gelijk bijna niks meer. Maar in ieder geval, het is dus vandaag maandag. En ja, Willy die komt vanmiddag weer rond een uur of één. Dus ja, weer helemaal gezellig. Er ligt ook een cadeautje voor haar onder de kerstboom. Ja, echt waar. Ja, met een envelop erbij en daar zit een gedicht in. Ja, ook dat nog eens. En ze mag dat uitpakken, allemaal. En dan mag ze eerst dat gedicht lezen. En dan haal ik jullie er natuurlijk wel erbij. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Nou, en dan is morgen Erwin aan de beurt. Want morgen, zover ik weet... ja, morgen 12 december komt Erwin. Maar ja, dan kan ik niet filmen. Helaas niet. Nee, die mag er gewoon niet op. Nee, daar kan ik niks aan doen. Maar ja, voor jullie... Ze krijgen allemaal hetzelfde dan wat Willy ook krijgt. Ook hetzelfde gedicht erbij, want anders blijf ik gedichten aan het maken. En dat vind ik niet nodig. Het slaat toch allemaal op hetzelfde neer. En ja, dan zien jullie het in ieder geval met Willy. En ja, de andere drie die krijgen dat ook gewoon zo simpel. En de rest krijgt gewoon weer wat anders. Ja, dit... is ik maar voor mijn begeleiding en mijn huishoudelijke hulp, ja. Mijn hulp dus, ja, daar is dit voor. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ga er gewoon van genieten van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook met mij een beetje mee. Ik ga zo weer met de meisjes naar buiten toe. Ik weet niet wat het weer doet, maar het weer is ook een beetje in de war. Want het heeft nou al 2 tot 3 keer geregend. Maar beide buialarmen, die zeiden helemaal niks. Ja, niet een druppeltje te zien, maar geen van tweeën. Ik denk, ja hallo, het spoelt, weet je. Nou, deze, die is leeg. Ja? En... deze is ook leeg. Ja, dus ja, hoe dan? En dat was er net ook. Dus ik snap er even 2 keer dus niks van. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens, ja, van vlees en bloed.
En dus, maar oké, okay, ik zou zeggen geniet ze. En tot later. Hallo. Ja, kom dan. Hey. Ja, jullie horen het al. Onze Willy is weer in huis. Ja. Kan dat. Kom dan, wil niet. Hoe is het met jou na het weekend? Lekker hoor. Mooi zo. Als je daarmee klaar bent. Ja. En dat wil dat de onderzettertje heb gedaan. Onder de kerstboom. Daar ligt wat. Oh! Sowieso post voor je, dat mag je eerst openen. En hardop voorlezen. Hardop voorlezen. Kan ik dat wel? Tuurlijk kan je dat. Kan ik wel lezen? Tuurlijk kan je lezen. Kunnen wij wel lezen? Oké. Okay. Oh jee joh, een heel brief man. Nee, geen brief, een gedicht. Een gedicht. Nou, heel goed. We leven met ons allen in donkere dagen. Dat doen we al zo 4 jaar achter elkaar, zonder aan elkaar wat te gaan vragen. Ja, zo. We leven voort en leven ons eigen leven. Daar word ik verdrietig van, daarom wil ik vanuit mijn hart wat aan jou geven. Het is niet groot, maar wel wat klein, maar ook dat is reuze fijn. Je krijgt iets wat je elk jaargetijd kan gebruiken, zowel bij warmte, voor de gezelligheid of bij de kou met een fles lekkere wijn. Oeh, wijn. Gadver. Moet wel rijmen. Ja, dat is zeker, want ook dat is gezellig en fijn. Nou ja, met een andere borrel is dat lekker. Zo kan je het ook gebruiken met de adventzondagen. Pak het nu maar uit, dan hoef je jezelf niets meer af te vragen. Maar wees wel voorzichtig, het is nogal breekbaar en nu geen gemaakt. Oh jezus, ook nog breekbaar. Oh jee. Oh jee, spannend. Hoe zit dat nou? Nou, zo dan. Ja, het envel was een beetje anders dan formaat. Een beetje vierkant. Ja. Yeah. Oh jee, oh jee. Uit papier nog gebruiken? Nee hoor. Oké. Okay. Ga een horloge nog te keer. Ja, ik hoor het, het is breekbaar. Zo. Eentje uithalen. Ah, het is mooi. Mooie kleur. Dank je. Graag gedaan. Dank je wel. Heel mooi. Ja, en het is herbruikbaar. Enkel, ja, wat er in zit, dat gaat ook. Maar ja, ik kan het altijd gebruiken. Nou, mooi. Zomers buiten. Met zo'n kaartje erin om ding checken te. Oh ja, zo'n ding, ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan, schat. Ja. Hoop dat je er blij mee bent. Altijd. Ik ben met alles blij. Al was het alleen maar een kaartje, ben ik ook blij. Die heb ik ook hoor, thuis. Oké, okay. Nou, het is je van harte gegund. Dankjewel. Ja, en nou komt er nog wat. Ik heb ook een probleem. Dat is? Naar mijn carousel. Ja? Ik heb de engeltjes er maar uit moeten halen, want dat hoedje in ene kwijt. Ik zou hem omhoog tillen, ja. Om een nieuw kaarsje erin te doen. Ja. En toen viel het eraf en dat hoedje dat is ergens naartoe gevlogen, ik weet niet waar. Ik ben al op mijn knieën geweest en al. Onder de tafel? Nou, onder de tafel sowieso niet, want anders had ik het moeten vinden. Maar het kan onder die kast liggen, het kan achter jou onder dat kastje liggen, het kan onder die stoel en achter de stoel weet ik van waar liggen. Maar dan pakken we de pluimen. Maar ik ben hem kwijt voorlopig. Dan pakken we de pluimen. Ik ben, heb met mijn telefoon mijn zaklamp aangedaan en over de vloer geschenen, op mijn knieën. De honden kwamen er al bij van, wat ben je aan het doen, vrouwtje? Ja, opstouten, weet je. Ja, ik ken dat. We pakken wel de pluimen. Ja. En ik weet 1, 2, 3 niet waar ik mijn magneet heb gelaten, want ik heb een
uitschuifbare magneet met een lampje erin. Ik had dat lampje doet het ook niet meer, omdat er een nieuwe batterij in moet. Maar magneet die werkt dan wel. Ik denk, ja, maar moet je maar weten waar je mee. Ergens in je la, ergens in je la. Ik heb al aan het zoeken geweest, ik weet het niet. Ja, moet jij weer eruit? Ja, nou kom dan. Kom dan. Ja, je wilt toch die kant op? Oude schemelaar. Doei, tot straks. Haha, ja, de meisjes zijn er al uit geweest, dus helemaal top. Nou, dan krijg ik ook nog een mooie kaart. Ja, dan gaan we die ook even openen. Ja, maar... Ik moet even zien hoe ik dat moet hebben. Zo. Ja, eenvoudig. Maakt niet uit. Even de brief openen pakken. Ik doe dat altijd met de brief opener. Oh. Nou, er staat wel een mooi bloemetje op de achterkant. Die is ook mooi. Ja. Kerstfeest, thuis zijn met z'n allen bij elkaar. Fijne feestdagen, ja. Lief. Ja, lief. Asja. Candy erbij opgehangen worden zometeen. Ja. Dat gaan we gewoon doen. Ja. En die trap moet ook... Nou ja, het zonnetje schijnt al eindelijk. Ja, dan kan ik hem eindelijk wegbrengen. Wie? Die trap? Hij moet daar in die keet. In de schuur, maar dat moet precies zo staan en niet anders. En je moet hem er ook precies zo in zien te schuiven. Want anders komt de bovenkant weer tegen... Het dak aan. Nou ja, niet tegen het dak, van de post waar de deur in zit. Oh, de post. Ja, dus dat gaan we straks ook even doen. En dan kan ik die kaart ophangen. En dus, het komt helemaal goed. De meisjes zijn al uit geweest. Ik was wel ultra vroeg wakker, mij te vroeg om eruit te gaan. Ik ben nog lekker in bed en slapen kon ik niet meer. Op een gegeven moment denk ik, ga eruit. Lekker toch? Ja. Moet kunnen. Maar het is al een paar nachten zo. Dat ik heel weinig slaap en ook weer bij tijd, ontzettend bij tijd wakker. Okay. Is niet door de een, is wel door wat anders. Hé, Elwin? Ja, en die wou vanochtend niet eens naar beneden in eerste instantie. Die denkt ook, ja, het is me nog te vroeg blijven liggen. Tuurlijk. Heb je het gewoon nodig? Ja, lieve vrienden, Willy is net de deur weer uit en nou ja, het was even leuk hè, met het uitpakken wat ze gedaan hebben. Ja, ik vond het geweldig. Ik ga nou ook mijn eigen klaarmaken om de hort op te gaan, want ik moet die kerstpostzegels halen. Ja, en eigenlijk moet ik ook boodschappen doen en of ik daaraan toe kom, weet ik niet, want ik heb meer dingen te doen dan alleen maar dat. Ja, en er komen ook nog meerdere dagen aan. Ja, ook dat nog. En, ja, ik zou nog wat zeggen. Ik moet eigenlijk nog wat, maar ik weet niet meer wat. Wat dat nou was. Ik had het net nog in mijn hoofd dat ik op de wc zat en ik ben het kwijt. Ja, kan zo gebeuren. Maar ik heb het ook. Die al te warm, sorry. Ja, ik ben ook moe, maar ik ga niet naar bedje toe. Nee, want dan slaap ik vannacht weer niet. Nee. Ik heb al wat kerstverlichting aan, omdat het donker wordt. En als ik thuis kom, dan is het nog donkerder. Dus dan brandt er in ieder geval al wat licht. En ook voor de meisjes, leggen ze niet in donker. Ja, toch? Ja, en als ik thuis kom, dan ga ik ook eerst weer met de meisjes uit. Want het was vanochtend dat ze eruit zijn geweest. Dus ga ik straks nog een keer als ik weer terugkom. En ja, ik neem enkel mijn mobiel mee. En het is toch te koud en te winderig. En ja, het waait als een raket hier ook. En het is 9 graden, zeggen ze daar. Op mijn telefoon 8. Op de computer ook 8. Even verversen, kijken wat ze dan zeggen. 8 graden. Dus Google Hub is nou niet goed. En ik heb weer wederom last van mijn maag. Ja, kan er niks aan doen. Maar het is nu eenmaal zo.
Dus ja, dat dus, lieve vrienden. We gaan gewoon er tegenaan. En ik heb wel medicijn al ingenomen. Ik heb een thee met gember gedronken. Ik heb toast gegeten, droge toast. Maar ja, ik moet alweer een nieuw pak halen, want dat gaat er nou bij mij er doorheen alsof het... nou ja, weet ik veel wat is, want ik gebruik er veel van, ja. Ook omdat ik het lekker vind, maar ook vanwege mijn maag. Het is gewoon lekker, van die toastjes. Gewoon droog. Ja, lekker. En probeer het ook uit wanneer jij ook eens last van je maag hebt. Gewoon droge toastjes. Ja, ik zal straks als ik terugkom... Nee, dat kan je nou ook wel. Neem even jullie mee. Dan zal ik het laten zien wat ik bedoel. Ik zet jullie even hier neer, want het zit in de magnetron. Ja. Kom nou hier. Zo ziet het eruit. Het is blauw voor verpakking. Je hebt ook geloof ik nog groen. Maar er zit dan weer een smaakje aan. En deze is naturel. Ja. Gewoon die toosjes die je breken kan. In het midden zit dan een naadje. Zien jullie hem nog? Het wordt donkerder, hè? In het midden zit zo'n naadje waar je hem breken kan. Ja. Ik ga even eentje uithalen. Nog eentje, dat is geloof ik dan de laatste, als ik het zo voel. Ja. Kijk, en dan zitten ze nou weer in verpakking. Zo dan. Ja, en in het midden zit hier een naadje. Ja, dus dat dus. Nou ja, dan kan dit weg. En ik doe enkel aan papier. Even wel willen wat ik wil. Zo. Vouwen dat dubbel. En dat gaat weg. En kijk, papier. Dat gaat in deze doos. En dat zet ik gewoon weer neer. Want ik heb wel een papierbak, maar geen plastic. Dus daar begin ik ook niet aan. Nee, ik kan je alles wel doen. Ik heb twee containers. Nee, drie containers. De grijze, de groene en dan een grijze met een blauwe deksel. En dat is voor karton en papier. Maar ik ga niet met een zak lopen waar plastic in moet. Want als je dan een toetje hebt gegeten en dat zit in een plastic bakje... het ruikt, het geur laat het vrij, maar de meeuwen en de kraaien, die perken, die zakken kapot en dan ligt alles op straat. Nou, dat wil je niet hebben. Dus dat ga ik niet mee sjouwen en aan een lantaarnpaal hangen. Dat doe ik niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder. En ik zou zeggen, geniet een klein beetje mee. Doei, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis, al met al boodschappen gedaan. De meisjes uitgelaten en daar ben ik nou net van thuis. Ja, ga jij eens even naar de kant, dame? Nee, aan de kant is aan de kant. Ik wil eventjes die tas omhoog hebben. Want ik heb pijn in mijn rug en hij is ook nog zwaar. Er zitten ook wat flessen bij. Ja. Nou ja, jullie weten dat ik dit ook lekker vind. Ja, lekker. En dan leg je die hier neer en die daar neer. Zo, ik moet nog meer boodschappen halen. Doe niet zo raar. Telefoon doet raar. Ik heb nog een cadeautje gekocht. Voor onder de kerstboom. Maar ik moet eventjes weer kijken welke ik nou mis. Want zover ik weet, moet dit voor Mary worden. Maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, jullie zien enkel een doosje, meer zien jullie niet. Nee. Ik heb maar weer een keer mergpijpjes genomen. Dat is lekker voor bij de koffie.
Maar je gaat wel de koelkast in, want dat vind ik lekkerder dan wanneer ze eruit liggen. Ja, echt wel. Nou, dan hebben we de toast waar ik het over had. Ja. Die kan ook gelijk de koelkast in. Een worst, zo worst. Ja. Ja, en die worst die ik de vorige keer had, ik weet even niet meer hoe die heet. Die was gelijk weer duurder. De vorige keer was die lekker goedkoop en nu was die weer duurder. Nou ja. Ik denk het zal. Doe maar. Tweemaal vaccinelichtjes, ja. En straks in de soep, hoe heet dat ding ook weer? Soepterine of zoiets, weet ik veel. Tweemaal kaas, groen en rood. Ja. Oh, dat heb ik. Zo. Ik heb wel iedere keer dezelfde, maar dat doet er niet toe. Drie zakjes met snoepjes voor meneertje Kandal. Ja, dat is voor meneertje Kandal. Nee, niet voor jullie. Voor meneertje Kandal. Ja, anders heb die weer niks. Jullie hebben nog koekjes. Ja, en jullie krijgen straks. 1. 2. Ik heb eenmaal salami. Ik heb eenmaal gebraden gehakt. Ik heb eenmaal snijworst. Ik heb eenmaal boterhammenworst. En eenmaal rookworst. Voilà. En ik heb nou twee potjes van die mayonaise genomen waar de yoghurt in zit. Lekker. Ja. 99 cent. Geloof ik dat het was. Of 98. In ieder geval om die te bewerken. Nou, en een gouden rakker. En een rode rakker. Glu. De glu, ja, G-L-U, of zoiets, ja, U met dubbele punt en een H, de H van Hendrik. Nou, en een pot met lekkere salade, ja, ook al zo vast binnengehaald, want het is momenteel schreeuwend duur. Nou ja, en wat we allemaal nodig hebben, hè? Ja. Want het is hier ook zo wat leeg. Mag ik even bij, dame? Ja. Je legt er nog maar één in. Dus ja. Dan gaan we deze even ook erin doen. Ja. Hé, meisje lief. Zo, jij er ook uit. En dan moet er eentje, geloof ik, mee naar boven. Niet dat ik boven iets moet doen hoor, want ik heb boven geen wc. Maar als Kandalf of een van de dames moet overgeven boven, heb ik dat bij de hand. En mijn neus snuiten. Ja. Doe ik daar ook mee. Hoef je geen zakdoek hoeven te kopen. Piep. Toen was de tas leeg. Ja. En hé, eigenlijk. Ja, nog niet alles. Maar je bent gelijk wel een heleboel kwijt aan geld. Maar ja, zoveel salade, dan koop je 1, 2, 3 of niet normaal. Nee.
hoe heet het, vaccinelichtjes koop je ook niet altijd. Nee. Maar ja, dat is eigenlijk, ja, die vaccinelichtjes 2 nog wat, weet je. Dus ja, die zijn niet zo gekke duur. Maar ja, je wilt toch wat in huis hebben, toch? Ja, vind ik van wel. Dus ja. Oh, oh, oh. En dan moet ik draaien. En dan zijn we er nog niet. Want dan legt er in de schuur op de vloer van mijn booster nog 2 zakken kattengrit. Dan moet ik nog brood halen weer. Ik moet alles reiniger halen, want het is bijna op, zei Willy. Dus ja, dan moet ik dat ook halen. En ja, ook nog meer lekkernij voor de feestdagen, weet je. Je wilt zelf ook wat, ook al zit je alleen, je wilt toch wat hebben. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Hè. Maar ja, ik moet de vleeswaar even opruimen en dan nog een bak koffie, hoe laat leven we? Ja, het is alweer gehaald, 7. Ik heb postzegels gehaald, dus dat kan ik ook plakken op de kaart, dan kan ik die morgen op de brievenbus. Dus kan ik dat ook allemaal doen. Nou, ik zou zeggen, ja, zo ben je druk bezig, hè. Ja. En ja, ik heb overal wel 2 handen voor nodig, dus ja, ik kan jullie heel moeilijk meenemen, mits ik het in de houder doe. Maar ja, dan zie je ook niet altijd alles wat er gedaan wordt, nee. Maar oké, dan kan ik beter het thuis laten zien wat ik gedaan heb en wat ik gekocht heb, dan ik jullie meeneem. Ja toch? Ja. Dus ik ga dit even weggooien en de boel hier opruimen, want dan staat het helemaal uitgestald over het aanrecht. En dat moet ook niet. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Doei doei! Zo, lieve vrienden, ja, ik denk ik kom maar weer eventjes retour. Want ik ben iets heel belangrijks vergeten. Ja, ik wist dat het de 11e was, maar ik zat met mijn hoofd ook bij hele andere dingen. Dus ja, I'm so sorry. Maar in ieder geval wil ik eerst Karin en Roderick, mijn dierbare liefhebbende dochter en mijn dierbare liefhebbende schoonzoon, van harte feliciteren met hun 5-jarig huwelijksjubileum. Ja, ja, ze zijn alweer 5 jaar getrouwd. Wat houdt dat in? Dat gaan wij even na. Ja, eventjes opzoeken. Moet jullie even trouwens een beetje aan de kant hebben. Kijken waar die poot staat. Verjaardagen. Verjaardagen. Staat dat er niet gelijk bij? Huwelijksverjaardag. Oh, moet dat zo? Mag ook. Ja, gaan we daar naartoe? Daar naartoe, geloof ik. Waarom krijg ik niet zo'n hele lijst? Ja, vroeger had je een hele lijst. Godje dikke me, en dat zie ik nou niet. Huwelijksverjaardagen, daar misschien. 2 jaar, dat is leer. Nou, dat hebben we al gehad. We gaan naar 5 jaar. Hout. Een houten bruiloft. Ja, dan kan ik me weer herinneren. Op onze 5-jarige huwelijk, van mijn mannetje en mij, kreeg ik inderdaad iets van hout. En dat was mijn theekist. Waar ik mijn thee in heb. Ja, en die leeft nog steeds. Dus ja. Ik zal eventjes een foto ervan maken. Wel zo leuk. En dan ga ik jullie weer even aan de kant. Even zo doen. Zo. Huppata. 5 jaar hout. 6 jaar is ijzer, gips en blik. Dus maakt niet uit. Dan kan je gewoon een van die 3 doen. 7 jaar is wol. 8 jaar is klaproos.
Dat heb ik nog weten te vieren met mijn mannetje, maar 9 jaar helaas niet meer. En dat was faïence. Wat faïence is, weet ik niet, maar het zal. Faïence, wat is faïence? Gaan we kijken. Kopie. Google. Wat is plakken faïence? Enter. Oh, aardewerk. Hij zegt dat dan meteen. Ja. Oké, nou ja, een tegel of zoiets. Een tegeltje voor aan de wand of wat dan ook. Nou ja, leuk. Ja, nou, ik heb het naar de toe gestuurd, dus het komt helemaal goed. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder, want ik ben opgehouden en ik moet nog heel, heel veel doen en ik wil ook nog eten. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, er is weer een tijd aangebroken om naar boven toe te lopen, althans, eerst naar buiten. Met de meisjes gaan we naar buiten. En als ze dan terugkomen, ja, dan is er even een kruikje klaarmaken en dan gaan we heel snel naar boven lopen, want ik ben back af. Ik ben nog met een vlog bezig, die is nou aan het uploaden naar de computer toe. En daarna kan ik hem naar YouTube brengen, dus ja. We zien wel hoe ver we komen. Maar in ieder geval, nou dat hij bezig is om naar de computer toe te gaan, ken ik met de meisjes uit. En dit apparaatje moet aan de lader. Ja, nog één streepje. Dus moet opschieten, anders zegt hij straks van bekijk het maar. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, morgen allemaal gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!